wij zijn de stuurjongeren. En deze week doen wij een takeover van de Toneelschuur website. Laat zien! Hoi! Hoi! Nou, ik ben Sterre. Hoi Sterre, ik ben Jesse. Nou, superleuk dat je een interview wilt houden voor onze takeover van Schuur Online. Ja. Eigenlijk zouden we het natuurlijk in het echt hebben gedaan, maar dat kan niet helemaal, helaas. Nee. Ja, helaas. Maar wel fijn dat het zo kan, in ieder geval. Ja, vind ik ook. Hartstikke leuk. Leuk dat jullie dat doen ook. Ja. Nou, zullen we dan beginnen? Ik denk dat is begonnen. Oké, zou je je willen voorstellen? Ik ben Jesse Menza. Ik ben 26 jaar oud. En ik ben acteur. Wat wil je nog meer weten? Ik woon in Amsterdam. Leuk, leuk. Ja. Hoe ziet je dagelijks leven er momenteel een beetje uit? Nu rondom het virus en hoe gaat het? Nou, ik probeer eigenlijk wel een beetje structuur te houden in deze tijden. Zeg maar dus dat het niet alleen maar uitslapen is en weet ik het. Want al het werk is natuurlijk komen te vervallen. Ja. Dus eigenlijk opstaan en dan ontbijt voor mezelf maken. En verder wandel ik heel veel met vrienden of alleen. Leuk. Doe dat een beetje mogelijk is nog. En het is heerlijk weer, vaak. Nu even niet, maar meestal. Ja. Dus eigenlijk vooral wandelen. Leuk. Ja, dan ben je toch even lekker buiten. Ja, heerlijk. Ja, ja. Ja. Ja, want eigenlijk zou deze week natuurlijk toneelschuurproductie Casimir en Caroline spelen. Ja. Van Nina Spijkers. Ja. Kun je ons een beetje vertellen over het stuk? Want daar hebben we natuurlijk niet heel veel over gehoord tot nu toe. Nee, nou ja, dat is natuurlijk een beetje geinig. Want wij zijn er eigenlijk bijna niet aan begonnen. Dus ik heb het zelf ook maar 2 keer gelezen. Mm-hmm. Daarvoor ken ik het helemaal niet. Maar het is een stuk wat heel erg gaat over... voor mij in ieder geval gaat over klassenverschillen en, mm-hmm. en voor mij ook toch heel erg over niet begrepen worden. Of in communicatie wat misloopt en dat je uitgaat van wat andere mensen misschien wel van je vinden, denken, terwijl jij of iets zegt of maar daar iets anders mee bedoelt. Dus het gaat ook over miscommunicatie heel erg voor mij. Okay. En ik weet dat Nina het ook wilde hebben over, over prestatiedruk onder onze generatie. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat zijn een beetje de hoofdthema's voor mij in ieder geval waar dat stuk over ging. Ja, wat voor rol speel je erin? Ik zou Casimir spelen. Echt? Oh, leuk. Ja, heel leuk. En dat is dus echt wel iemand... Nou ja, ik vond het heel grappig toen ik het dus las. Dacht ik, oh, wat geinig. Het is iemand die best wel zich verliest in zelfmedelijden, een beetje. Mm-hmm. En best kan klagen en dat soort dingen. Maar ook iemand die wel, nou ja, dus inderdaad niet begrepen wordt of zo. Of verkeerd begrepen in ieder geval. Ja. Heel erg op zoek is ook naar zichzelf en hoe die zich moet verhouden tot zijn werk, maar ook tot de mensen om hem heen en tot ook man-vrouw. De man-vrouw relatie speelt er ook best wel heel erg in. Ja, want het gaat om de relatie tussen Casimir en Caroline, toch? Ja, klopt. En die gaat vrij snel aan het begin gaat dat uit elkaar, omdat hij ontslagen is en hij denkt dat zijn vriendin Caroline niet meer met hem wil zijn, omdat hij geen werk heeft. Dat zij daar heel erg mee bezig is. Maar dat is niet zo. Maar dat is iets wat hij dus zelf invult. Terwijl dat weet hij helemaal niet. Hij gaat helemaal niet het gesprek aan met Caroline over hoe zij dat vindt of hoe ze daaruit kunnen komen. Dus ja, dat. Oké. Denk je dat de actualiteit van het stuk vergroot is eigenlijk door het virus? Omdat je toch ook wel prestatiedruk hebt en ongelijkheid wordt ook vergroot misschien nu? Nou, ik kan me misschien wel vinden in, of wat, waarvan ik denk dat dat misschien uitvergroot is, is misschien het gevoel dat je constant iets moet doen of ergens bij moet zijn of moet werken inderdaad. En dat dat dan een goede acceptatie is of zo. En dat ik merk dat dat nu juist heel erg wegvalt of dat dat heel erg ontregeld is bij iedereen. Want ja, het moet gewoon helemaal opnieuw beginnen of zo. Ja. Dus ik denk dat dat misschien wel een thema zou kunnen zijn wat nu echt zo erin uitgelicht had kunnen worden, zou zijn, ja.
Ja, ik heb gelezen dat de muziek constant blijft spelen in het stuk. Ja. Weet je zelf een beetje de rol daarvan? Of heb je daar nog niet echt... Nee, niet zo goed eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat waren echt Nina's plannen. Ja, was ik wel benieuwd naar, maar... Ja, nee, ik ook. Maar ja, daar heb ik geen antwoord op, helaas. Ja. Ja, de boodschap van het stuk heb je eigenlijk net al een beetje uitgelegd. Ja. Ja, nu met repeteren gaat dus eigenlijk helemaal niet. Nee, we zijn één dag begonnen. We waren één dag begonnen en toen hadden we met Nina gebeld, gewoon via FaceTime. Ja. En toen hebben we wel nog een opdracht meegekregen en was het ook de opdracht dat we onze tekst moesten gaan leren en goed dat stuk zouden doorspitten. En toen, dat was op maandag, en op de dinsdag was er een persconferentie dat alles werd afgeblazen. Heel zuur. Dus, ja, heel zwaar. Nou, het stuk gaat er wel nog komen, toch? Dat is nu wel het plan, ja. Dat proberen we nu te plannen. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, omdat er zoveel is. Dus alles wordt verschoven en gedaan. En sommige mensen hebben al andere projecten staan, of andere projecten die ook weer verschoven worden. Dus we gaan het proberen, ja. Ja. Dat wil ik. En waarom moeten we dan allemaal gaan komen kijken? Kun je daar al iets over zeggen? Maar wel dus alleen gebaseerd op de plannen. Ja. Nou, omdat ik dus inderdaad, en dat is misschien ook wel een thema wat nu overlapt zou kunnen worden. Als we het echt zouden gaan hebben over prestatiedruk, dan zou ik ook hopen dat we in het stuk zouden kunnen leggen dat misschien niet altijd, dat dat gewoon niet het beste per se hoeft te zijn. Altijd alleen maar werken, bezig zijn, overal bij zijn, niks willen missen. En zeker inderdaad voor onze generatie en ook de jongeren, kan ik me heel goed voorstellen dat dat wel iets is waarom je het stuk zou moeten gaan zien of zo. Oké, nou, klinkt heel leuk. Wat nog wel natuurlijk door kon gaan, was Weg met Eddy Bellegueux. Ja. Heel leuk, heel fantastisch vond ik die. Van Elina Arbo. Ja, leuk. Ik vond hem echt heel vet. Ah, tof. Kun je een kleine samenvatting geven voor de mensen die hem helaas niet hebben kunnen zien? Ja, Eddy Bellegueux gaat over een jongen in een Frans, achterstandsdorp. Waar eigenlijk de regels van man, vrouw best wel vaststaan. Dus mannen moeten echte mannen zijn, vechters. De oude mannen drinken veel, roken, werken in de fabriek. En de vrouwen zijn thuis en roddelen en praten met elkaar en klagen veel. Ja. En Eddy is een homoseksuele jongen, of een hele feminine vrouwelijke jongen, die daar helemaal niet in past. Maar helemaal ook totaal niet begrijpt waarom hij niet in die wereld past. Dus het is echt een stuk wat heel erg gaat over anders zijn en daar toch ook uit willen breken. Maar ook je proberen aan te passen. Gewoon echt een jonge jongen die opgroeit en voelt dat er bij zichzelf iets niet klopt, volgens de regels in het dorp waar hij leeft. En daar heel ongelukkig is eigenlijk. En daar weg wil uiteindelijk. Ja, want jullie hebben het met z'n vieren gedaan, met z'n vieren gespeeld. Ja. Hoe was dat om met z'n vieren eigenlijk dezelfde rol? Want jullie hebben allemaal de rol van Eddy op een gegeven moment vertolkt. Ja, hoe was dat om dezelfde rol te spelen? Ja, ik vond dat leuk. Ik vond dat heel eigenlijk echt een bijzondere keuze, omdat een mens bestaat natuurlijk uit meerdere emoties, karakters, gevoelens. En het is natuurlijk een persoon die bestaat, maar wij zijn hem niet. Maar ik vond het wel leuk dat we, omdat we het met z'n vieren deden, alle vier een eigen invulling daaraan konden geven, maar wel met hetzelfde doel. Dus dat vond ik eigenlijk dat het meest bijzondere eraan, dat het één personage werd van vier verschillende jongens. Ja. Dat vond ik het leukst. Ja, heel vet. Het was best wel een heftig stuk. Hoe vond je het om zo'n heftige rol eigenlijk te moeten spelen? Vet. Echt leuk. Want ik vind het altijd leuk om wel iets te spelen wat ik niet op die manier zelf heb meegemaakt. Gelukkig in dit geval. Mm-hmm. Um,
Maar er zijn natuurlijk altijd dingen waaraan je je kan verbinden. En zeker in dit verhaal zijn er echt wel dingen waar ik me aan kan verbinden. Ik ben ook homo. En dat is bijvoorbeeld een van de aspecten waarvan ik dacht... Oh ja, het is zo belangrijk dat mensen weten dat het in deze tijd zo nog niet per se geaccepteerd wordt. Mm-hmm. En dat ik daarbij aan bij mag dragen met mijn vak. Ja, dat is ja, soms confronterend en soms gewoon heel mooi dat het theater dat kan laten zien. En daar misschien mensen ofwel anders over kan laten denken of misschien heel erg bevestigend over kan laten denken. Ja, dus op zich, het was heftig, maar het was ook ja, zo'n fijne groep. En ja, het is gewoon heel leuk om te spelen, zulke grote heftige dingen ook. Ja. Ja, want ik voel hem heftig, maar het was niet een mega zwaar stuk of zo. Nee. Dat en daar zijn we ook naar op zoek gegaan. Dat het wel... Weet je, natuurlijk... Is het... heftig, maar... Er zitten ook hele mooie stukken in. Of hele grappige stukken. En we hebben ook gezocht naar... Hoe kan je het dan wel licht houden? Of bijvoorbeeld de uitvergroting van sommige personages. Dus de ouders of de pesters. Dat was ook weer een vorm van... deels commentaar wat wij erop hadden. Van, ja... Dit kan toch eigenlijk helemaal niet of zo? En dat heeft ook voor een soort luchtigheid gezorgd. En de muziek natuurlijk, die ook weer een andere laag teweeg bracht. Dus nou, fijn dat je het niet te zwaar vond. Nee. Geen toneelschapproductie, maar wel heel vet. Je hebt ook het tweede seizoen van Anne Plus gespeeld. Ja. Heel leuk. Ja? Ja. had je al vaker zeg maar, een serie gespeeld, of een tv-online serie? Ja, wel is, maar alleen maar hele kleine rolletjes. Dit was echt mijn eerste wat grote bijrol, zeg maar. Ja. 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 En hoe was het om zo te spelen dan, die rol van Max? Max ja, perfect. Ja. Ja, Max. Ja, het was echt heel leuk. Maar dat was ook weer met zo'n fijn team. Allemaal jongeren in een omgeving die we allemaal kennen. Zeg maar ook dus de regisseur, de scenarist, dat zijn twee lesbische meisjes ook. Mm-hmm. En ook daar weer is het was zo van onze generatie. Dus het was, ik heb me super veilig gevoeld. En we hebben gewoon echt met elkaar, ook met de medeacteurs, zo kunnen zoeken naar, oké, maar wat zijn wij? Het is ook deels onze vriendengroep. Ik kende al een paar mensen. Ik kende Hanna van Vliet, die Anne speelt. Mm-hmm. Ken ik ook best goed en heb ik al projecten mee gedaan. En juist omdat we het zo van onszelf mochten maken, maar het wel een duidelijk script was en de regisseur ook een duidelijke visie had, ja, was het gewoon een feestje om op te nemen. Heel leuk. Ja. In Anne Plus dan zet Max een demonstratie op, ja, tegen het homogeweld eigenlijk, in Amsterdam. Ja. Zou je zoiets ook zelf kunnen doen? Ben jij iemand die zeg maar een demonstratie zou kunnen opzetten, of was dat echt... Totaal buiten je persoonlijkheid. Ja, nee, dat is wel echt het personage. Ik denk dat ik meer op de achtergrond ben wat dat betreft. En veel meer me laat spreken, hoop ik, door gewoon te zijn of zo. Ja, klinkt... Nou, even kijken, hoe ga ik dit goed uitleggen? Ik sta wat meer op de achtergrond, denk ik, wat dat betreft. Mm-hmm. Maar terwijl ik het dus wel heel belangrijk vind dat bijvoorbeeld zo'n serie wordt gemaakt. Maar dat bedoelde ik misschien ook met meer te zijn. Ik werk echt met alle liefde mee aan dit project, omdat ik het belangrijk vind dat er over verteld wordt. En dan net zo goed bij Eddie Belgeul. Dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat ik, nou ja, als ik voor dat soort projecten kies, dat ik weet wat voor verhaal ermee wordt verteld. Ja. Maar ik zou niet snel... denk ik, de straat op gaan. Nee, het is heel openbaar inderdaad. Ja. Nou, in Weg met Eddie Belliqueux en in Anne Plus, en zo te horen ook een beetje in Kaasmeer en Caroline, zijn allemaal een beetje rollen die van personages die zich niet helemaal geaccepteerd voelen, misschien. Nee. Heb je daar zelf ook wel eens ervaring mee gehad? Nou, vrij weinig, gelukkig. Maar dat heeft ook deels te maken met dat ik op mijn 9e aan een dansopleiding ben begonnen, professioneel. Dus eigenlijk van zo jongs af aan al in een groep mensen zat die eenzelfde doel had en best wel open-minded zijn, gewoon in de creatieve sector. En die is vrij, het kan een bubbel zijn, maar die zijn vrij open-minded allemaal. Dus het is bij mij
in die zin nooit een probleem geweest in dat wie ik ben of zo. Mm-hmm. Er zaten allemaal mensen met verschillende achtergronden van, als in etniciteiten, maar ook inderdaad qua seksualiteit. Dat zijn allemaal, ja, dat is gewoon eigenlijk mijn hele leven is dat al om me heen geweest. Oh, dat is wel heel fijn. Ja, en dus ik heb ook. Wat dat betreft daar heel erg geluk mee gehad. En in Amsterdam, wat natuurlijk nog enigszins ook wel een soort van open-minded is, ja. Maar ja, niet altijd. Maar ja, wel dus een beetje in de kringen waar ik me in verkeerde als kind. En nu nog steeds eigenlijk. Nou, fijn. Ja. Nou, dat waren eigenlijk wel een beetje mijn vragen. Leuk. Nogmaals, heel erg bedankt dat je dit wilde doen. Ik denk dat het een leuk gesprek is. Hartstikke leuk. En wordt het dan een soort blog? Ja, we hebben, zeg maar, de toneelschuur doet momenteel al een blog. Sinds hele coronavirus. Ja. En deze week zouden, ja, wij zouden binnenkort dan met echt in een schuur een takeover doen. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Dus wij nemen nu gewoon eigenlijk het hele blog over. En de Insta en Facebook. Dus dat is heel leuk. Gaat het goed? Ja, vandaag is het, dit wordt morgen gepost. En vandaag is dan de eerste dag dat we het doen. Dus we hebben nu alleen een introductie staan. Maar ja, precies. Ja, precies. En ga je het dan uittypen of wordt dit gewoon Wordt gewoon dit. Oké. Okay. Als je dat fijn vindt. Ja hoor, ik ben heel benieuwd. Top. Ik zie het morgen wel. Ja, ze edit het nog een beetje en dan wordt het denk ik heel leuk. Cool. Oké. Okay. Leuk. Heel erg bedankt. En wie weet tot ziens. Ja, ik hoop je snel weer te zien. Misschien op het toneel of anders, op het beeldscherm. Ja, hartstikke leuk. Oké. Okay. Doei. Doei.